Hey, ik weet niet wat het is, maar de afgelopen tijd krijg ik op Instagram en op TikTok de hele tijd dit soort video's op mijn For You page. Zwitserland, het land van bergen, koeien, almoef? Geen idee. En dure spullen. Dus ik heb twee vrienden gebeld en gevraagd of ze mee willen naar Zwitserland. En dat wilden ze. We gaan naar Zwitserland. We staan nu in Gstaad. Ja. Om Stefans video eigenlijk af te maken. En nu gaan we door de rest van Zwitserland. Wat doe je? Sorry, ik ben afgeleid door mijn eigen spiegelbeeld. Ik ben ook niet zo mooi, maar je is wel recht van leven. We gaan nu Zwitserland in om het land te ontdekken. Ja, eigenlijk zijn we dus voor Sjans video. Zijn we naar Zwitserland gegaan en toevallig wilde Steven daar ook een video opnemen. Ja, en toevallig vind ik het ook een heel mooi land. Ja, leuk dat je mee bent. Dankjewel. En toevallig is het hier ook nog eens fucking duur. Ja, vraag je nou af hoe duur? Kijk dan een video van Steven. Wil je niet weten hoe duur? Kijk dan, nou, blijf sowieso maar kijken. We gaan een aardig stuk rijden, dus we hebben weer een hele mooie auto weten te fixen. Oh, wat een bak. Nee. Dit is echt een topding hoor. Wat een ding. Hier gaan we even Zwitserland mee onveilig maken. Dit is echt een fucking lijpe auto eigenlijk. Ik ben echt verkocht gewoon. Ik ga deze kopen. Je hebt al drie. Ik ga deze in mijn kont stoppen. Oh. Okay. De kamer is al eerder klaar, dus we kunnen er gewoon in. Hey. Laten we eens even zien wat de money is, bra is. Oh, dit is mijn bed. Hey. Who's the view? Ja. Moet je kijken. Wow, wat vet. Gigantisch. Hey, oh, hier is onze kamer. Dit is super. Nee, maar dit is echt perfect gewoon. Dit is een badkamertje. Ja hoor. Dit is een toilet. Koffieset. Oh, ik moet wel eigenlijk wel even pakken. Ga je even lekker kakken. What? Eigenlijk wordt het uitzicht nog helemaal niet bekeken van ons balkon. Dit is een bergtop met sneeuw erop. Daar heb je ook nog allemaal bergen. En hier heb je dus een heel groot meer. Zo zou even de area ontdekken hier ook. Ik hoorde dat er een bunker was. Daar wil Bram heel graag heen. Even kijken wat Spies allemaal te bieden heeft. Het is echt een vibe dit. Dan vibe. Ik vind het helemaal mooi. Okay, we gaan even het hotel bekijken. Ik heb wel honger, ja. Honger. Het is wel verrassend dat we op een nieuwe locatie aankomen dat hij wil eten. Oh, ik wil zeggen, ik heb na die tosti van vanochtend nog steeds wel honger. Ja, gelukkig was die niet duur. Je zou denken, als je betaalt voor een echte maaltijd, dat je dan ook volgt als een echte maaltijd. Ja, we hebben dus voor Steven een video opgenomen in Gstaad. Dat is de duurste stad ter wereld. Daar zijn dingen gewoon heel duur. En vanochtend ontbeten voor een heel mooi bedrag. Kijk, dit is een spa. Gasten, ik ga vanavond een lekkere massage nemen hoor, hier. Happy end. Je bent tenslotte vrijgezel. Kunnen we even kijken, zo even een klein... Heb ik die pas? Nee, gewoon flesjes water. Netjes? Je kan alleen niet bank drukken. Dat is wel jammer, want dat doe ik altijd. Waarom moet je liegen? Waarom moet je altijd liegen? Gast, je hebt gewoon dun uit. Ik ben even bij het zwembad kijken, maar dat is een fucking nice. Min 1 misschien? Wellness? Dat zou best wel kunnen. Oh, kijk. Zo. Min 2. Waar waren we net? God. Nee, dit is waar we nu. Oh, oké. Okay. Oh, sorry. Ik dacht, ja. Ik doe eigenlijk zwembad. Schaak. Zit er iemand? Nee, letterlijk niemand. Filosofie. Nee. Hey, dit is wat tof. Niet in mijn pik. Denk niet. Ja, het is wel echt een vet hotel inderdaad. Kijk joh. Echt zoveel. Allereerst gratis cake. Ja, we hoorden dus net dat je gratis cake kan krijgen hier bij de Captain's Box. Wat een uitzicht, hé. Ja, dat is niet waar. Wauw. Het is vaak dat als je gaat raclette of zo, doen ze het in zo'n dingetje, omdat het heel erg stinkt. Hé, hey, het ziet er druk uit. Hallo? Ja, we kunnen ook misschien even kijken of we wat tegenkomen. Van de weg van die bunker. Dus, ja. Kijk joh, dit uitzicht. Dat is niet normaal. Wauw. Het is helemaal breed, 4 kilometer, het is 38 minuten rijden. Jezus. Ik weet niet of Bram nog 38 minuten zonder eten kan. Daar wat eten? Nee, dit ziet er aardig verlaten uit. Verlaten hotel, gaat fout. Snap ik ineens waarom ze gratis cake weggeven. Niemand geeft het weg. Er is niemand. Er is geen cake. Ja, er is wel cake, maar niemand kan het geven. Ja, dat kan ik ook zeggen. Ja, doe maar. Hier, ik geef iedere dag gratis sushi weg. Jij kan echt heel boos worden als het om eten gaat. En moet jij zeggen? Ja, ik heb de enige keer dat ik jou echt boos heb gezien is omdat je een McDonald's menu verkeerd hebt aangeleverd. Maar dat is. Ondertussen is dat 4 jaar geleden en hij heeft changed. Meerdere keren. 5 hours later. We hebben een beslissing moeten maken. We moeten even bezuinigen op de tijd. Omdat het bunkermuseum misschien snel dicht gaat. Dus we moeten bezuinigen op tijd. Dus we gaan nu eten bij. De nek. Ik heb stijf.
Guten Tag. Hello. Für mich ein Cheeseburger Royal und ein Wasser mit Gas. 6 Kip Nuggets. Für mich ein Big Mac. Only the burger, not the menu. Und McNuggets. Meat. Do you have barbecue flavor? Yes. Ein Wasser mit Gas. Und a Spicy McChicken. A Spicy McChicken ohne the burger. Chicken? Only the burger. Only the burger. And 5 chicken wings. En nog water. Und ein Wasser ohne Gas. And that's it. Alright. Thank you so much. Wat? 52? 52? Is zelfs de McDonald's heel duur? What the fuck? Tering duur. Hey, we hebben even in de Duits gedaan, hè? Zo, hey. Lekker jongens. Dan hebben we ook een talenknibbel. Talenknibbel. Ja. Ja, dat is waar. Jij kan Frans, Engels, Duits. Wat kan jij allemaal spreken? Nederlands, Engels en een beetje Spaans. Hello. Oh. Ja, dat was een Cheeseburger Royale. Nuggets. Nuggets. Snacks. Hete burger. Wat ga je nou? Hete moerdoel. Is die lekker? Is die lekker? Of, Lekker. Spicy McChicken, finger picking good. Mmm, alles hè, vers. Ik denk dat dit nu al het beste is van Zwitserland. Ja, het kostte 52 euro. Zo, goeiemorgen zeg. Ja, het is wel fantastisch mooi hoor. Fucking vet. Holy shit, een heel dorp gewoon op die... Wow, yo hé. Dit is geen leuke... Oké, we komen net aan op de parkeerplaats. En volgens mij is het open, want het is super druk hier ook. Het staat helemaal vol. Ja, dan rustig, man. Nee, ik heb een camera. Ik ben nu kan het niet. Ik heb een camera. Boeit me niet. Het is duurder dan je outfit. Nee, weet je, ik doe het gewoon niet. Oh. Je echt mazzel mee. Oké. Okay. Wow. Huh? Lekker, high five. Eindelijk ben je eens een keer normaal aan het doen. Uitlokt om echt een paar pestklappen te krijgen. Als het goed is het dus hier beneden, maar er stond wel dat het verboden toegang is, omdat het militair terrein is. Kunnen zo door ons kop geknald worden hier ook. Brandgevaar. Huh? Hé, hey, wat zal dit zijn? Ik denk een oude treinrails. Wat grappig. Oeh, dit wordt nog een heftige rit naar boven. Oh mijn god, waar de... Dit is het begin van zo'n horrorfilm. Ook wel vet om gewoon even te hiken hier ofzo, hè, door de natuur. Ja, het is ook even goed om de stappen te zetten. Heel goed. We hebben nog bijna geen stappen gezet vandaag. Nee. Wat zijn we nou aan het doen? Ook niet hard gelopen? Nee. Ah, we gaan zo even gymmen. What the fuck is dit allemaal, joh? Treden, fotograferen. Oh. Maar waarom staat dat het een museum is dan? Ik ben een beetje bang om door te lopen ook. Wat zijn überhaupt dit voor gekke... Antennes, hè? Maar we zijn nu al eigenlijk twee borden voorbij gelopen waarbij ze zeggen van hé, kom maar niet verder. En we gaan nu letterlijk een poort door. Nou, we gaan de poort niet door. Kijk, dat is een nepsteen. Wow. Oh ja, dat is een nepsteen. Oh. Zijn dat gekke camera's? Oeh, ik vind het een beetje eng om hier op te lopen. Hierachter zitten dan vaak van die kanonnen. What the fuck, dit is gewoon gaas. Hey, en er zitten hier gewoon mensen. En daarachter zie je ziet niet op beeld, maar er zit hout. Dat was een vroeger opening. Maar dat is dus overal in die bergen. Zijn bunkers op deze manier verborgen. Wow, dit is allemaal nep. Oh, daar ook nog. Zo'n luikje. Oh ja, kijk, hier zie je. Hier zit zo'n schieding door. Oh ja, wow. Hey, er staat een geweer in, of niet? Nee. Oh, ik dacht dat het een loop van een geweer was. Nee, het is gewoon een stuk. Oh, wat schattig dat ze hier al twee plantjes neerzetten. Nee. Maar dit is gewoon allemaal nep. Wat ziek, hé. Dit was heel raar. Wat cool, ook die neppe stenen en zo. Ja, maar dat zie je dus in die video ook. Dat doen ze dus om al die rotsen. Nou, dat die dat ze allemaal bunkers verstoppen achter neppe shit, nepstenen en zo. Dus als je gewoon naar een berg kijkt, zie je helemaal niks. Maar zo kunnen dat er 20 bunkers zitten. 400.000 bunkers in Zwitserland. 400.000? Ja. Stefan gaat even wat droneshotjes maken. Of eens even kijken hoe mooi dat wordt. Ze zijn dus helemaal naar beneden gelopen daar, voor die bunker. Maar dat was niks. Ze zijn weer helemaal naar boven moeten lopen. Ja, dat was toch iets zwaarder dan ik dacht. Sean. Is het handig als jij dat? Ja, ook niet dat ik iets moet hakken. Hier liggen stukken hout. Ja, hier op deze boom. Hier zo. Oh ja. Kan niet fout gaan. Pas op je schenen, alsjeblieft. Als je niet doorstaat op je schenen. Oeh, dat is best wel nice. Kom op, harder. Je moet harder slaan. Een beetje bang. Harder. Nog een keer. Weet je wat ik ga doen? Botsen. Harder. Maar deze zijn allemaal al gehakt. Je moet eigenlijk gewoon een hele. Pak vandaar dan. Laten we eens even zien hoe de moesmakende hak. Oh nee, ga hem gooien. Ja, dit gaat nog een keer lukken. Het gaat gewoon lukken. Ik zie het. Kijk, let op hè. Eerste keer bro. First try.
precies. Hij ging er wel goed in. Blijf gewoon niet zitten. Nee, dat is het. Ja, dat is niet zoveel, hè? Nee. Ben je nog één keer bij dag gewoon hard? Ja, gast, eerste keer. Geef maar weer hier, want jij kan er blijkbaar niet mee omgaan. Nee. Zo kinderachtig. Dat vind ik niet leuk, maar ik begrijp het wel. Oké, we zijn onderweg naar een nieuw stadje. Hoe heet het? Het Lautabrunna. Zo'n badenvang in het dorp. Je kent de foto's vast wel. Het ziet er zo uit namelijk. We gaan eens kijken of het er net zo uitziet als de foto's. Wauw. Dat is fucking bij. Oh my god. Ja, het is echt alsof we in de Hobbit rijden, joh. Holy shit. Ah, dit is echt bizar. Dit is dus wel echt een van de mooiste plekken waar ik ooit ben geweest. Nou, sprookjesachtig. Dit is niet normaal. Ja, oprecht. Dit is echt een van de mooiste plekken waar ik ooit ben geweest. Ja, voor mij ook denk ik wel. Dit is niet normaal. Hoe zou je het omschrijven? Ja, echt inderdaad. Gewoon hobbit shit. Gewoon. Ja. Dus zelfs als met zon is het helemaal. Zo. De regenboog in de waterval en zo. Het is een hele rare week, wat we nu overigens gaan doen. Overigens, we waren net dus bij die waterval. En zoals je ziet nu niet meer. Er was daar niet heel veel te doen, dus we gingen nu even naar het hotel. Gaan we even gymmen. Laat eens even zien, Bram. Ja, ik neem even mee. Biceps, triceps, quadriceps, mijn pik, mijn buik, mijn borst. Tattoo. Nice. De mannetjes staan zich even op te frissen. Vooral Bram. Het is nog onzeker over zijn uiterlijk. In ieder geval, we gaan lekker eten. Nu, we hebben net even gezwommen en dat was fantastisch. We gaan even lekker eten bij een Italiaan. Tot zover, Zwitserland. Nou, fantastisch. Is wel echt een hele leuke video wordt dit, hoor. Er gebeurt hier dus iets heel geks. Gisteren gingen we gymmen, dat hebben jullie gezien. Maar daarna gingen we even zwemmen. En daarna gingen we nog meer eten. Maar er is iets geks gaande deze trip. Eigenlijk zijn we elke dag aan het sporten. Ik vind dat vooral raar voor Bram en mij. Want wij zijn helemaal niet van het sporten. Ik weet niet of je Bram kent, maar die is lang en dun. En ik ben klein en dik. Tenminste, ik ben niet klein. Ik ben 1,80, dus ik ben niet klein. Die gasten zijn gewoon fucking lang. In ieder geval, ik ga nu weer sporten. Ik ben er ready voor. Ja, dat, die gasten zijn er al. En Bram heeft dus geregeld dat we met die skilift naar de top van de berg gaan, want daar is een James Bond filmlocatie. En we kunnen daar lunchen. Hoe vet. En je hebt daar een soort van hoogtevrees challenge. Huh? Ja, je moet door tunnels kruipen en zo op kilometers hoogte. Ben jij bang? Nee, ik ben nooit bang. Het is toch wel hard, hè? Het is toch wel hoog. Het is echt nog het begin. We moeten hierna nog 3 liften. Omhoog. Oh mijn god, serieus? Nog een hoogtevrees challenge. Bram is dus nog nooit in de bergen geweest. Het is ineens zo stil en het komt omdat je achter de berg zit. Waardoor er helemaal geen wind tegen het karretje aanslaat. Er is best wel angst aan jou. Tegen wie praat je nu? Tegen mijn kijkers. Of tegen jezelf? Dus tegen jezelf. Hallo. Hallo. I'm here because Martina. Oh, we worden gewoon onthaald hier ook. Hoi. Hey, dit is wel mega hoor. Hey, dit is wild. We are. Was een long journey. Oh, wow. Wat een vet restaurant. Het draait. Oh, dit hele restaurant draait. Ja, dit is fantastisch. Zo cool. Wauw. Ja, het is dus zo dat hier een James Bond film is opgenomen. We zijn op een echte filmlocatie. Wow. Gast, dit is echt tering ziek.
Maar dit, is, dit ding draait dus. Als je goed kijkt, dan zie je dat het ding, hele ding gewoon 360 graden draait. Just take what you want, that's on us today. Okay, but thank you so much. We'd be grateful if you would post things on your social media channels. That will be. Ja, wat zou ik zeggen? Ik versta geen reet, maar ik voel de vibe wel. Hey, dit is wel wild hoor. Wauw. Ja, dit is fantastisch. We hebben ook martinis gekregen, shaken of stirred, wat eigenlijk gewoon waren. We hebben gewoon een soort James Bond experience gekregen. Oké, we zijn klaar met eten. We gaan nu naar de wc, want ze zeiden dus dat de wc echt heel lijper blijkt te zijn. Daar hebben ze zelfs een award voor gewonnen. Maar hij wilde niet zeggen waarom. Ja, het mooiste wc ter wereld. Heel erg benieuwd. Is dit het? Volgens cinema. Oh, dit is de wc. Ze zeiden dat we in de spiegel moesten kijken. Oh, it's a treat having a man here. That's cool. En dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Dit is de hoogste plas die ik ooit geloest heb, Ploesoe. Je hebt dus ook nog een heel museumverbond ding. Oh, dit is hoe het eruit zag toen. Het is gewoon een miniatuurversie. Met bondposters. Wow. Trippen we een beetje. Zo. Ze zijn wel erg trots op hier dat het hier gefilmd is. Ja. We gaan nu even naar het viewing deck. Wauw. Wat vet. Nou, dit is wel echt vet hoor. Kijk, ze zijn hier gewoon aan het graven. Hoe komt dit ding hierboven? We zijn op 28 meter hoogte of zo. Zo, dat klinkt wel heel heftig. Wat een wind! What a wind! Zal ik er nog één laten? Oké, wat we willen gaan doen is de trail walk. En dat is één halte naar beneden. En wat je dan kan doen is een brug of een soort walk langs de bergen nemen. Hij is volgens mij dicht, want erg winderig. Oh, je hebt trouwens een Louis Vuitton bril gekocht. Die moest van Stefan. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, dit voelt zo eng. Ik durf niet af te lopen. Oh, dit is heel eng, ouwe. Kijk, dan loop je dus helemaal zo langs die pas. Allemaal glas ook. Dit is tering eng. Super jammer dat die dicht is. Of nee, toch niet? 20 minuten. Ah. Oh. Oh. Nee. Klaar. Heel erg hoor. Nee. Even. Oh. Oh mijn god. Ik zei het nog. Jullie zijn verkeerd bezig en dat is het hele probleem. Steeds maar weer. Het uitzicht bekijken. Zo. Hey, dit is gaaf jongen. Kijk dan. Kom niet over op beeld. Dit is zo vet. Nee, te laat, Jan. Zie je, het is toch wel zo'n kunst om het vast te leggen eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Ik ga niks doen. Doe dan. Ja, doe dit alsjeblieft een keer. The soul out of you. I'm gonna smack the soul out of you. Even één keertje eens een keer. Je krijgt gewoon free pass, hè? Whack! Nee, ga je natuurlijk niet doen. Hoezo niet? Nee, deze man is sterker, sneller, behendiger. En waarschijnlijk gaat dat niet goed. Dat betwijfel ik. Ik heb hier geen zin in. Ik zit hier op 2500 meter hoogte. Ja, ik ga me niet ook nog eens laten hoereren door chance video's. Hou maar op, zeg. Het is zo ver. Bram heeft gewoon altijd momenten dat als je op zijn telefoon zit, dan kan je van alles zeg maar, hoort het gewoon niet. Ik hoor het wel. Jan, flikker op. Echt, ik gooi deze kokend hete thee in. Maar hoezo over mij? Nou, want jij zit te stoken. Dat doet Stefan ook altijd bij ons. Bro, ik wilde letterlijk niet doen voordat hij voor me keek. Kijk, al irritant, hè? We hadden Zwitserland wel een beetje gezien en besloten om terug te gaan naar Nederland. Het is waar wat ze zeggen, het is waar wat je ziet. Zwitserland is een supermooi land met allemaal interessante verhalen, zoals bijvoorbeeld de bunkers die overal in de bergen verborgen zitten. Maar dat is misschien een verhaal voor een andere keer. Like en reageer als je dit een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren, want we zitten bijna op die 100.000 abonnees. Oh ja, weet je nog die Louis Vuitton bril die ik heb gekocht? En daar heb ik nog een boete voor gekregen op Schiphol, omdat ik hem niet had aangegeven bij de douane. Het is een heel duur brilletje geworden. Dus abonneer. Gewoon daarom. Dag.